Welkom bij een nieuwe aflevering van Testaankoop, de organisatie die u wil informeren elke dag opnieuw. En zo gaan we ons vandaag eens verdiepen in de wereld van de verzekeringen. Daar hebben we ons al bevonden, maar vandaag gaan we het specifiek hebben over de schuldsaldoverzekering. En daarover heb ik het met journaliste en redactrice bij Testaankoop, Daisy. Welkom, Daisy. Hey. Uw eerste keer bij mij. Klopt. Mijn privilege, all mine. Daisy, misschien moeten we beginnen bij het begin. Wat is een schuldsaldoverzekering? Een schuldsaldoverzekering is eigenlijk een levensverzekering die gekoppeld is aan uw hypotheeklening. Dus wat wil dat zeggen? Als jij sterft voordat je lening is afbetaald, dan gaat de verzekeraar eigenlijk het resterende bedrag of het afgesproken gedeelte daarvan in jouw plaats betalen. In één keer wordt je huis dan volledig afbetaald. Afbetaald, ja. Zelf heb je daar natuurlijk niks aan, helaas. Maar je beschermt daar dus vooral je nabestaanden mee, je partner, je kinderen. Ja. Ja, om te vermijden dat die het huis zouden moeten verlaten, omdat jij overlijdt natuurlijk. Ja. Hè. Is dat verplicht, zo'n verzekering? Heel veel mensen weten dat niet, maar het is dus niet wettelijk verplicht. Dat betekent dat banken jou ook niet mogen verplichten om bij hen een schuldsaldoverzekering te nemen. Dat zou koppelverkoop zijn en dat mag niet. Wat er wel in de praktijk natuurlijk super vaak gebeurt, is dat banken eisen dat je zo'n verzekering bij hen neemt in ruil voor een iets aantrekkelijkere interestvoet. Dus ze bieden jou een korting aan. Als je bepaalde producten, heel vaak is dat trouwens zelfs een schuldsaldoverzekering en een woonverzekering, en dan krijg je een klein beetje een procentje, een tikkeltje van een procentje naar beneden. Je gaat daar echter liever niet gewoon blindelings in mee, want dat lijkt een gemakkelijke besparing. Maar we zien in onze tests dat dat vaak eigenlijk helemaal anders uitloopt, omdat dat toch wel dure nevenproducten zijn. Dus mensen denken, oh, we kunnen besparen op die interesten, maar ze gaan eigenlijk meer betalen aan premies dan als ze eigenlijk de beste koop zou hebben gekozen. Dus een praktisch voorbeeld. Stel, een koppel leent een bedrag van 200.000 euro op 20 jaar. En ze krijgen van hun bank een korting van 3% naar 2,9%. Dus echt maar dat tikkeltje. In ruil voor de schuldsaldoverzekering. Dan denken zij, oh, supergoed, we hebben op onze ganse looptijd, laat me even nadenken, 2.330 euro bespaard op interesse. Maar wat ze dus niet beseffen, is dat ze meer dan 7000 euro extra betalen dan als ze een goedkopere schuldsaldoverzekering hadden gekozen. Zoveel verschil kan daarop zitten. Het is ontzettend gemakkelijk om duizenden euro's te besparen met die schuldsaldoverzekering. Want op het einde van de rit hebben die mensen natuurlijk 5000 euro meer betaald in plaats van dat ze hebben bespaard. En hadden ze dus beter de iets hogere interest goed gecombineerd met onze beste koopschuldsaldoverzekering. Ja. Nu, mijn vraag is dan, is het nuttig? Het lijkt me van wel. Als je een gezin hebt. Als je een partner hebt, als je kinderen hebt, als de lening loopt op de gezinswoning, dan kan het effectief nuttig zijn. Omdat je natuurlijk je nabestaanden extra kosten en kopzorgen wilt besparen. Maar in bepaalde situaties, stel je bent vrijgezel zonder kinderen, of je hebt een hele goede overlijdingsdekking via je groepsverzekering, of je hebt gewoon een mooi spaarpotje opzij staan, dan is zo'n schuldsaldoverzekering eigenlijk strikt genomen niet nodig. Ja, denk aan, het is jouw derde of vierde aankoop in de immobiliën en je verhuurt het. Oké, als dan jouw gezinswoning gecoverd is en je komt morgen te gaan, dan is het niet zo erg dat dat... Exact, ja. En sommige banken zijn ook bereid om een hypotheeklening aan te bieden zonder schuldsaldoverzekering. Oké, ja. Ja. Toch wel. Dus daar is ontzettend veel geld op te besparen. Door gewoon die denkoefening te maken, heb ik dit eigenlijk wel nodig. Dus zeker als je wat ouder bent, als je bijvoorbeeld wat sukkelt met je gezondheid, dan gaat de premie voor de schuldsaldoverzekering sowieso al enorm omhoog. Als je dan genoeg geld opzij hebt staan, stel jezelf op zijn minst even die vraag vooraleer je blindelings tekent. Ja, maar dat is toch wel vrij duur. Enfin, bij mij persoonlijk is dat een keer per jaar dat het eraf gaat. Ik denk dat het over een paar honderd euro gaat. Maar natuurlijk, dat hangt ook af van een aantal parameters. Maar je sprak dus al van die grote verschillen. Ja. Afhankelijk van waar je gaat shoppen. Ja. Er zijn
enorme prijsverschillen tussen verzekeraars. Zelfs soms tussen makelaars met hetzelfde product. Okay. Dat komt door de commissie die ze erop nemen. Ah, ja, ja. Dus het is echt wel de moeite om, zoals dat je zegt, rond te shoppen, om te vergelijken. We hebben daar op onze website trouwens heel handige tips en tools voor. Waar anders deze? Waar anders? Niet alleen voor schuldsaldoverzekeringen, maar ook voor hypotheekleningen zelf. Ja, dus daar kan je ook interestvoeten vergelijken. Dus we zouden echt aanraden van doe dat. Ja. Natuurlijk, los van de prijsverschillen, zijn er bepaalde zaken waar je eigenlijk geen vat op hebt. Ja. Bepaalde dingen gaan nu eenmaal jouw premie opdrijven. De parameters waarmee het berekend wordt. Ja, exact. Ik denk dan aan de prijs van het huis of de grootte van uw hypotheek. Ja, vooral voor dat. Uiteraard. Dus de grootte van het opgenomen kapitaal, maar ook hoe hoger je interest voedt, hoe hoger je premie. Hoe langer de looptijd van je lening, hoe hoger de premie. En natuurlijk een hele belangrijke, jouw eigen leeftijd. Hoe ouder dat je bent, hoe hoger de premie. En zeker als je gezondheidsproblemen hebt, je moet daar eerlijk over zijn in die medische vragenlijst dat je krijgt van de verzekeraar. En dan riskeer je nog eens een extra bijpremie te moeten betalen. En die kan echt wel serieus oplopen. Dus het schommelt en dat heeft van alle parameters die daarmee te maken hebben. Hoe vind ik nu de beste schuldsaldoverzekering voor mij? Daar hebben wij dus eigenlijk een supergemakkelijk stappenplan voor. Een heel handig beginpunt zou kunnen zijn om eerst een offerte aan te vragen bij onze partners. Mm-hmm. Dat zijn DEFA Finance en VDV Conseil. Testaankoopabonnees krijgen daar trouwens sowieso 5% korting op dit moment. Dus je vraagt hen een offerte. Tweede stap, met die offertes, of één offerte, maar hoe meer offertes, hoe beter, zeggen wij altijd. Daarmee ga je dan naar je eigen makelaar en je vraagt of dat die kan kloppen. Ja. Of bij je bank dan. Ja, inderdaad. Maar heel vaak werken banken ook met externe verzekeraars. Ja. Mm-hmm. En wat je dan eigenlijk gaat doen op het punt van vergelijking, is je gaat eigenlijk het beste aanbod vergelijken met de verplichte schuldsaldoverzekering bij je bank. En dan moet je echt wel naar het totaalplaatje kijken. Dus niet gewoon kijken naar die premies, maar echt op de totale looptijd, zowel de interesten als de premies het optellen. Het volledige bedrag eigenlijk evalueren. Ja, en echt de volledige 20 jaar, want je betaalt natuurlijk tot het einde. Ja. En dan de laatste stap voordat je tekent, als je hebt gekozen. Mm-hmm. Super, super belangrijk. Lees dat contract goed na. Vooral de uitsluitingsclausules. Die zijn bij sommige verzekeraars behoorlijk lang. En als je dan een beetje een aparte hobby of sport beoefent, denk maar aan duiken of parachutespringen of zo. Het kan zijn dat zij dat niet meedekken. Inderdaad. Dan. En dan moet je dus op zoek gaan naar een contract dat die zaken niet uitsluit. Ja, logisch. Ja. Heel logisch. Ja, inderdaad, een goede formule om het zo te doen. Waar denk jij nog aan? Heb je nog een laatste ultieme tip voor onze kijkers? Ik heb er nog eentje, maar die is wel helaas alleen voor koppels. Dus als je met z'n tweeën een lening aangaat en je wilt een schuldsaldoverzekering afsluiten, want je wilt natuurlijk je partner beschermen, dan kun je ook zeggen, de ene partner neemt inderdaad die schuldsaldoverzekering via de bank in ruil voor de interessante interestvoet, voor die korting, terwijl de andere partner gewoon onze beste koop volgt. En dan bespaar je eigenlijk twee keer. Je bespaart en een klein stukje op je interesten en je bespaart dus op die tweede schuldsaldoverzekering. Ja. Maar je zei wel dat die interest korting eventueel toch wel in de negatieve zin kan gecompenseerd worden door het feit dat je vaak duurder uitkomt op het einde. Maar dan nog denk je dat interessant kan zijn. Je moet natuurlijk nog altijd dan de berekening maken. Ja. We blijven verstandig. Daar blijven we bij. Maar het kan wel lonen om het op die manier te doen. Ja. Ik denk dat we als consument sowieso te weinig besef hebben van het feit dat we altijd wel die keuze hebben. Hè. Ja, we gaan heel snel mee in wat ons verkocht wordt. Want klopt. De expert van de bank zit voor ons, die legt het allemaal uit. En dan zo en zo en zo. En heel vaak geven je ook niet de ruimte om na te denken van, kan ik hiervoor op een ander gaan? Heb ik dit eigenlijk wel nodig? En mensen, we hebben ook een beetje het gevoel, denk ik, dat we meer vertrouwen hebben in, de bank stelt ons dat mee voor, dus dan zal het wel in orde zijn. Ja, nee? Terwijl dat eigenlijk echt niet zo moeilijk is om zelf de berekening te maken, zeker met onze tools. En zoals ik al zei, het is super gemakkelijk om, als 30-jarige is er al heel gemakkelijk €5.000 te besparen. Als 40-jarige stijgt dat al snel naar €10.000. En als koppel moet je die bedragen nog eens verdubbelen. Ja. Dus het is zeker en vast de moeite om een kwartiertje de tijd te nemen. Al was het maar als drukkingsmiddel naar je bank toe of naar je makelaar. Absoluut. We onderhandelen in onze hypotheeklening over de interestvoet, maar niet over die schuldsaldoverzekering.
Ja. Dat is niet logisch. Nee, 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 dat klopt. Dat klopt. Heel veel om over na te denken als je dan die stap neemt hè, naar een huis kopen. Dank je wel, Daisy, voor deze verduidelijkingen. En wie weet zien we elkaar nog wel eens terug. Ja. Oké. Vond je dit een leuk onderwerp? Zeker een like geven. Heb je een comment? Geef die ook aan ons door en wij komen daar bij jou op terug. En zoals altijd, als er een vraag is, ga naar de website, want ik ben er bijna zeker van dat die op alles een antwoord kan bieden. Ik wens u nog een heel fijne dag en tot de volgende keer.